Cameraman Fokko van der Straat is vanmiddag gewond geraakt tijdens het filmen van een antiterreuroefening. Terwijl ik daar dus aan het filmen was om die actie te, ja, vast te leggen, werd het door de speciale eenheden een soort van rookgranaat geworpen. Dat is zo'n dingetje, een bus zeg maar, een blikje. En die gooide die man en die rolde precies tussen mijn benen, terwijl ik op mijn hurken zat te filmen. En dat ding dat ontploft en dat geeft een enorme knal en er komt rook uit. En toen keek ik naar mijn broek, die was van top tot teen helemaal opengescheurd. Ja, toen voelde ik dat het meer was dan alleen maar dat mijn broek gescheurd was. Toen keek ik naar mijn been en zag ik dat het mijn been gewond was door die knal. Onze cameraman deed niks verkeerd. Het was hem juist verteld om daar te gaan staan. Wij hadden een veilige positie aangegeven zodat een collega van u, een journalist, mooie beelden kon maken om dat te laten zien. Echter, er is een flashbang gebruikt, dat is een soort granaat waardoor een schrikreactie optreedt. Die is alleen weggerold en kwam daarbij bij de journalist terecht. En die heeft daardoor brandwonden aan zijn onderbenen opgelopen. De antiterreuroefening werd gehouden in het leegstaande Amstel ziekenhuis en was bedoeld om een terroristische aanslag te voorkomen. De verhaallijn was dat er een aanslag had plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar had een grote schietpartij plaatsgevonden, meerdere daders hadden om zich heen geschoten. De politie heeft daar in eerste instantie geprobeerd die daders uit te schakelen. Dat betekent dat de slachtoffers geholpen zijn door de brandweer en de ambulancedienst. Uiteindelijk werd onze cameraman zelf slachtoffer. Maar morgen wil hij gewoon weer aan het werk. Ja, kijk hoe de nacht doorkomt. Maar in principe verwacht ik wel dat ik morgen gewoon weer met de camera op pad ben.